Goedendag, welkom bij Ochtend met Jezus. Het programma waarin we met Jezus oplopen, zijn leven doorgaan en zien dat het ook met ons eigen leven te maken heeft. Want Jezus heeft ons voorgeleefd en wij mogen volgelingen van Hem zijn. En wat een groot goed is dat, om dat in deze tijd, in deze wereld te mogen zijn. Waarin het steeds bijzonderder lijkt te worden als je volgeling bent van Hem. Maar wat waardevol als je weet, ik mag volgeling van Hem zijn. Maar ook als je misschien twijfelt van, hoe is het verhaal van Jezus? Wat heeft Hij mij te vertellen? Wat betekent dat voor mij? Wees welkom. Want allemaal zijn we zo op een zoektocht. Op een zoektocht door het leven die hoogtepunten kent en dieptepunten. Momenten van intens geloof en momenten waarop God misschien heel ver weg lijkt. Maar waar je ook bent in je levensloop, in je geloofsloopbaan, je mag altijd bij God komen in gebed. Om Hem te vragen om wel dicht bij jou te zijn. Laten we zo bidden. Heer onze God, hemelse Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen. Maar meer nog dank u dat u dicht bij ons bent. Soms heel tastbaar, heel dichtbij, dan kunnen we ons geluk niet op. Maar soms bent u wat verder op de achtergrond. Kunnen we u zo moeilijk voelen, ervaren. Maar wilt u ons juist dan de zekerheid geven dat u ons niet loslaat. Dat u ons nabij bent met uw zegen, met uw liefde, met uw trouw. Ook nu we de Bijbel gaan openen en het verhaal horen van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Doorgloei ons met uw Heilige Geest en wijs ons de weg naar het leven. Ons leven hier op aarde, maar ook het eeuwige leven dat u ons beloofd hebt. Zo danken en bidden we u. In Jezus Christus, onze Heer. Amen. We pakken de Bijbel er weer bij, lezen verder met het Marcus-evangelie. We komen steeds dichter bij Goede Vrijdag, bij het moment dat Jezus zijn leven zal geven om onze zonde op zich te nemen. En wat een wonder is dat, dat Hij daarvoor gekomen is. Ik lees een stukje uit Marcus 14, vanaf vers 12. En daar staat: Op de eerste dag van het feest van het ongedezemde brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen Jezus: Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij stuurde 2 van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen. Volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: De meester vraagt: Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereed staat, om daar het Pesachmaal voor ons klaar te maken. De leerlingen vertrokken naar de stad en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, kwam hij met de 12. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: Ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen één voor één aan hem: Ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen: Het is één van jullie 12 die met mij uit dezelfde schaal eet. Want de mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Ja, het begint nu menens te worden. We beginnen heel dichtbij te komen bij het lijden van Jezus. Hij kondigt het hier zelf ook aan. Jezus wordt uitgeleverd. Maar voor het zover is, vieren ze met elkaar de maaltijd. En dat doen ze op een plek die Jezus al vooruitzag. Ze hadden nog niks geregeld en de leerlingen vragen zich af: maar waar gaan we dat Pesachmaal nou met elkaar vieren? Waar kunnen we met elkaar de maaltijd gebruiken waarbij we de bevrijding uit de slavernij van Egypte vieren? Want dat is het Joodse feest, het Pesachfeest dat ze hier met elkaar gaan vieren. Ons paasfeest valt in het feest van Pesach van de Joden. En Pesach is het feest dat de Egyptenaren de Israëlieten moesten loslaten. Ze waren niet langer slaaf meer, maar ze werden bevrijd. Op weg naar een eigen land, het beloofde land, zoals God het beloofd had. En Pasen is voor ons ook bevrijding. Bevrijding dat je mag weten, je bent een kind van God. Ook jij hoort erbij. Ook voor jou is er in Gods hemelse koninkrijk een plek klaargemaakt. En wat een feest als we dat mogen weten, dat we mogen geloven. Hier dus voorbereidingstijd. Waar gaan ze dat Pesachmaal vieren? De leerlingen wisten het niet. Ze vragen het aan Jezus. En Jezus zegt, ga de stad in en volg daar iemand die een kruik water draagt. En dan kom je bij een huis en als je daar vraagt, waar is het gastenvertrek, waar is de plek waar ik met mijn leerlingen dat feest kan vieren, dan komt het allemaal goed. Nou, je zal maar met zo'n boodschap de wereld ingestuurd worden. Een beetje vage instructie. Ja, aan de ene kant heel duidelijk, iemand met een kruik water en nou, verrek, die komen ze ook tegen ook. En dan bij dat huis vragen ze en ze krijgen zowaar een bovenruimte toegewezen. Maar het moet voor die leerlingen wel lastig gevoeld hebben. Ga maar gewoon, dit zijn de instructies, het is niet veel, maar het komt wel goed. En het komt ook goed. Zo is hoe Jezus werkt. Hij geeft ons ook kleine instructies die soms lastig lijken. Maar we mogen vertrouwen dat Hij weet wat er gebeurt. God weet wat de toekomst brengen zal. Ook voor ons. En Hij weet ook hier wat er gebeurt. Hij weet ook dat een van zijn leerlingen hem zal gaan verraden. Hij kan de toekomst zien. En dat is eigenlijk wel het mooiste van dit dubbele gedeelte wat we gelezen hebben. De zoektocht naar de plaats waar er avondmaal gevierd kan worden, het Pesachmaal. En Jezus die vooruit wijst naar zijn verraad. Dat Judas hem zal verraden, een van die 12. Jezus ziet de toekomst al. Hij weet wat de toekomst ook voor ons in petto heeft. Weten wij wat onze toekomst brengt? Ik niet. Ik heb wel mijn agenda en er staan dingen gepland. En ik hoop op sommige dingen en ik vrees andere dingen die komen gaan. Maar wat de toekomst precies brengt, dat weet ik niet. Dat ligt in Gods hand. Ligt alles in Gods hand in de toekomst? Ja en nee. Als ik een dobbelsteen zou pakken en ik zou een dobbelsteen gooien, weet God van tevoren dat het een 5 wordt als ik een 5 gooi? Ja, misschien wel, misschien niet, maar dat doet ook niet zoveel ter zake. God hoeft niet de toekomst te besturen met al die kleinigheden. Het gaat om de belangrijke zaken in het leven. De plek waar je met elkaar bevrijding mag vieren, het Pesachmaal. En het vooruitzicht dat hij zijn taak, namelijk het sterven aan het kruis, zal moeten ondergaan. Die hoofdlijnen van de geschiedenis, die houdt God in zijn hand. En die kan Jezus voorzien. En zo voorziet hij ook de hoofdlijnen van ons leven. Over ons geloof, over onze hoop, over wat ons te wachten staat. Weet hij welke kleur trui ik morgen ga aantrekken? Nee, dat weet ik zelf ook nog niet. Dat doet ook niet ter zake. Dat maakt niet wie je bent. Wie je bent is wat je gelooft, wat je meemaakt. De grote lijnen van je leven. En daarvan mogen we weten, die houdt God in zijn hand. Jezus kijkt hier vooruit. Vooruit naar wat komen gaat. Heel dichtbij. We moeten ruimte hebben om het Pesachmaal te vieren. En als we daar zijn, het komt nu heel dichtbij. Hij had het voorzegd. Zijn sterven. Het duurt nog maar een paar dagen. En Judas, die zal hem verraden. Jezus weet dat. En hij benoemt dat ook. Als we zo het evangelie lezen, noemt Jezus ook voor ons, voor onze toekomst, een aantal kern- en markeringspunten. Hij zegt, ik ben bij je. De mooie momenten van het leven en als het moeilijk is. En daaraan mag je je vasthouden. Hij zegt, ik heb in het huis van mijn vader een plaats voor jou klaargemaakt. Dat als je aardse leven eenmaal voorbij is, ben je in Gods hemelse koninkrijk welkom. En wat een geruststelling is dat. En hij geeft ons markeringen mee voor onderweg. Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Als zo'n wegwijzer die ons helpt van vastgesteld punt naar vastgesteld punt. Ik hoop dat dit verhaal zo op de drempel naar Goede Vrijdag, naar Pasen, een geruststelling mag zijn. God heeft misschien niet alle details in de hand in de toekomst. Welke dobbelsteenworp je gooit, welke kleur trui je morgen aantrekt. Maar wel wie je bent. Kind van God. Bij hem welkom. En daar mogen we God dankbaar voor zijn. En zo mag je weten, je bent een gezegend mens. En met die zegen mag je weer de toekomst vol hoop tegemoet gaan. Het gaat je goed. Thank you.